Goedenavond, welkom bij Studio Alles Behalve Voetbal. Met aan tafel Kees van Amstel, Ryan Pandey en Stefan Pop. Welkom heren. Ik wil eigenlijk gewoon meteen naar het moment van het weekend. De prachtige actie van Ruud van Petten, Ryan. Ja, nou, daar kan ik wel van genieten hoor. Dat heeft mijn weekend wel gemaakt. Nou, en die actie gaat de hele wereld rond nu. Ja? Hè? Laten we kijken. Ruud van Petten. Zo, Ruud. Die zat er lekker in. Ja, ja, te gek. Kijk, je gooit hem, je laat hem los en je voelt eigenlijk al gelijk dat hij erin zit. Maar goed, het is natuurlijk ook gewoon het blijft teamprestatie. Ik bedoel, je doet het met z'n allen. Ja, was het zo afgesproken dat als die zak daar zou liggen, dat jij hem dan zou nemen? Dat is absoluut een scenario die we in de training besproken hebben. Als hij op links ligt, pakt Ed hem en op rechts zit ik. En ja, ik ben gewoon heel blij hoe dat vandaag is uitgepakt. En wat is er waar van de geruchten dat de gemeente Gorkum interesse in jou zou hebben? Doe ik verder geen uitlating over. Ik werk nu gewoon in Amsterdam, Zwartstil, Bos en Lommer en ik ben daar heel blij. Maar er is dus wel interesse uit Gorkum? Ik werk nu in Bos en Lommer. Ja, dat is nu en na de zomer? Ik ben blij in Bos en Lommer. Oké, Ruud van Petten, dankjewel. Nou. Ja, Kees die gaat er gewoon naar Gorkum. Tuurlijk. Kijk, die jongen die wil hogerop. Dan ben je gek als je niet naar Gorkum gaat. Ik bedoel, zeker nu ze daar die moderne hijsbakinstallaties op die wagens hebben. Kijk, in Gorkum zit nu gewoon het grote geld. Ja, ja, maar Ruudje is wel jong hoor. Hoe oud is hij? 3, 24? Ja, 22. Ja, 22, dat bedoel ik. Ja, en hij heeft al zijn familie wonen in Bos en Lommer. Ja, dan moet je dat gewoon niet willen. Nee, ik hoor dat er ook interesse is uit Zoetermeer. Nee. Zoetermeer? Ja, dat heb ik gehoord. Jij denkt echt dat zo'n jongen van Bos en Lommer meteen naar Zoetermeer gaat? Die stap is veel te groot. Nee, die verzuipt echt. Ja. Weet je wel, Gorkum is in deze fase van zijn carrière gewoon de beste stap. Ja, plus in Zoetermeer spelen ze een heel ander systeem. Hè? Ja. Daar hebben ze 3 man op de wagen, constant pressie. Ja. Dat kan Ruudje helemaal niet. Dat moet je niet willen. Nee, joh. Heren, ik hoor dat er ontwikkelingen zijn in Eindhoven bij het Catharina ziekenhuis. Jacques Loemans is daar klaar. Nu al? Ja, en hij staat voor onze camera. Oh. Ja, Jacques Loemans, ik zie jou balen. Ja, kijk, je doet er met je hele team alles aan. En dit is natuurlijk echt zuur. Niet alleen voor mij, maar ook voor het publiek. En natuurlijk sowieso voor de patiënt en de hele familie. Ja, maar dan aan het begin van de tweede helft overlijdt de patiënt. En eigenlijk, als neutrale toeschouwer, verwacht je zoiets niet. Zeker niet als die patiënt binnenkomt met alleen een gebroken arm. Ja, dat is absoluut niet de bedoeling. Dat mag niet gebeuren, zeker niet op dit niveau. Kijk, ik zeg altijd, opereren is simpel. Maar het allermoeilijkste wat er is simpel opereren. Vorige week hadden we nog een hartoperatie. Ging hartstikke goed. Je hoort helemaal niemand. En op het moment dat er iemand doodgaat, oh, dan zou ineens het hele team niet goed zijn. Ik pas daar even voor. Het is belangrijk dat we onszelf in de spiegel aankijken. En dat we de volgende operatie met goede moed beginnen. Stefan, was dit een fout van Jacques Loemans? Tuurlijk is dit een fout. Dit mag gewoon niet. Ja, maar ik bedoel, hij zegt het zelf. Dit mag niet gebeuren. Kijk, als je zo'n kamer binnengaat, zorg dan dat je goed voorbereid bent. En als iets misgaat, wissel dan. Dit is gewoon laks. Dat vind ik echt gelul. Nee, dat vind ik meen ik serieus. Echt gelul. Ik volg Jacques Loemans al sinds zijn coachschappen in het UMC. Jongen, die jongen staat er altijd. Dat is helemaal geen gelul, Kees. Dit soort fouten mag je op dit niveau niet maken. Precies. Hij laat een mannetje lopen, hij maakt een fout. En dan moet je je verantwoordelijkheid pakken. Dat vind ik zo makkelijk, jongen. Ga jij daar staan aan de tafel? Ga jij onder die druk, daar die pressie, even iemand over. Kan hij? Die jongens zijn een dag in. Heren, we zijn door de tijd heen. Hier wordt nog wel even doorgepraat. Dit was Studio Alles Behalve Voetbal. Fijne avond. Maar Kees, dit kan hij.